Goedemorgen en heel gezellig dat je weer meekijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag zondag en het is moederdag. Als je denkt, ja, nu heb je nou alweer gejankt. Nee, ik ben gewoon echt snot verkouden. En daar heb ik ook gewoon een beetje natte oogjes van, het snuiten. Ja, het is moederdag. En maar ja, dat trekt de commode leeg. Nee, ik werd wakker om 8 uur of zo. En toen dacht ik, ja, moet ik nou in bed blijven? Moet ik nou gaan wachten? Moet ik maar gewoon naar beneden gaan? Want ben ik natuurlijk niet dat ik wakker ben. Want we hebben er ook helemaal niks over afgesproken. Dit is eigenlijk mijn eerste moederdag thuis. Want vorig jaar, hebben jullie trouwens kunnen zien in de video's, toen vlogen we op moederdag naar Spanje. En heb ik mijn eerste moederdag in de lucht in Spanje. In de lucht en in Spanje gevierd. Maar daar hebben we er niet echt iets aan gedaan. Dus nu ben ik heel benieuwd wat ik straks ga krijgen. Terwijl ik aan het wachten ben op mijn ontbijtje, ben ik ondertussen de reacties onder mijn nieuwe vlog aan het lezen en aan het reageren. Dat vind ik altijd heel gezellig. Dus als je het leuk vindt om een keer een reactie achter te laten, doe het dan zeker, want ik reageer eigenlijk altijd wel. Dat hoeft niet, hè. Dat moet ooit wel een keer gesloopt. Hè? Als vakantiegeld er is of zo, maar nu niet. Nee, nu niet. Mag ik die hebben? Mag ik die? Goed zo. Dankjewel. Ja, die is wel mooi gekleurd. Oh, wat lief en bon. Ja. Het is echt prachtig weer vandaag. Dus wij zijn naar Buslo gereden. En we gaan lekker naar het strand. 23 graden wordt het. Het is nu ongeveer rond de middag. Maar ja, liever niet rond de middag. Maar goed. Anders komen we helemaal niet uit vanmiddag met Mayra slaapje. Dus ja. Er is genoeg schaduw. Dus het komt wel goed. Ik ben echt strontverkouden. Heel irritant. We hebben nog een tentje mee. Maar als het nodig is, daarin slapen. Maar ik denk dat we maar een paar uurtjes blijven. En dan gaan we bij tijd lekker weer naar huis. Even een tas vol spullen mee. Handdoeken. Lekker flesje wijn. Dingetjes om te snacken. Dus het komt helemaal goed. Ik ben wel blij met deze besteding. Dagbesteding op moederdag. Want ik had niet echt de energie om verder iets anders te gaan doen. Aangezien ik door die verkoudheid echt mijn hele hoofd zit vol. En ja, het is behoorlijk vermoeiend. Ik ren even naar de supermarkt, want er moet natuurlijk weer gegeten worden vanavond. Ik heb even gauw een sprintje getrokken naar de Jumbo, nog net op tijd. Dat is bijna 6 uur. De hele relaxte middag gehad aan het water. Waar ik overigens niks heb gefilmd. Want ja, ik vind het toch niet helemaal kunnen om halfnaakte mensen overal, weet je wel. Dat zou ik zelf ook niet zo relaxed vinden. Dus vandaar. Het is weer maandag. Spaart u ook zegeltjes. Goedemorgen, het is vandaag maandag. En ik zit in de auto onderweg naar mijn werk. Zoals jullie zien schijnt de zon al lekker. En dat is fijn, want het belooft een hele mooie, lekkere week te worden wat het betreft het weer. En dat is heel positief, want dat heeft eigenlijk in mijn hoofd heel veel in de hand. Lekker weer is een goed humeur, dus dat wordt een goede week. Het is inmiddels al het einde van de dag. Ik loop even naar buiten, want het is heerlijk weer vandaag. 23 graden. Als jullie dit zien is het afgelopen maandag. En ik haal even een doekje over de tafel, want wij gaan lekker buiten eten. Benno staat in de keuken te koken. Mij ligt gewoon in bed, want het is heel mooi. Die had de hele dag niet geslapen op dit moment. Waarom niet? Is iedereen een raadsel? Maar goed, zoals we niet zo gereinigd of moe of vervelend door. Dus ja, het gebeurt wel eens een keer. Boter. Boter wil ik.
naar dinsdag. Ik heb net boodschappen gedaan voor vanavond voor het avondeten en voor morgen. Ik heb vanochtend even niet gevlogd, want ik had gewoon even actie nodig in de tent. Om even alles glad te maken, glad te trekken, zeg maar, zodat ik lekker vanmiddag rust heb. Dus vandaar dat boodschappen ook al binnen zijn. Ik heb voor vanavond bedacht pasta, heel verrassend. Maar deze keer met tonijn in plaats van met gehakt of kip. Ja, en ik ga daar courgette in doen, gemengd met de pasta. Zodat Mayra wat meer groente binnenkrijgt, want ze eet op zich prima als ik alles door elkaar mix. Maar als ik haar aardappelen, groente en vlees op haar bord leg, eet ze alleen de aardappelen. Dus vandaar dat ik dacht, ik maak een pasta met heel veel courgette en een beetje pasta voor haar. En voor ons dan zeg maar gewoon wat meer. Een tomaatje doorheen en pesto. Ik weet niet of jullie wel eens pesto gebruiken en waar je dat er allemaal voor gebruikt. Maar het enige waar ik het voor zou gebruiken is dus inderdaad pasta. Of misschien op een tosti met kaas en een pizza. En verder zou ik het zo graag eigenlijk niet weten. Misschien een salade of zo. Heb jij enig idee waar gebruik jij dit voor? Ja, en pasta had ik nog. Dus dat wordt dan deze pasta ga ik ervoor gebruiken. En dan hebben we vanavond weer gegeten. En voor morgen ga ik dan wel aardappelen, groente, vlees doen. Want ja, ze moeten toch leren eten. Morgen gaan we aardappelen, spitskool eten met nasi-kruiden. Zie je, ik ben gewoon niet meer helder. Nu al niet en de dag moet nog beginnen. Wat betekent dat ik vandaag zoveel mogelijk rust moet nemen en lekker mee gaan slapen met mijn dochter. Ik wilde eigenlijk de courgette raspen, maar ik heb geen idee of ik wel een rasp heb en waar ik dan moet liggen. Dus, ik heb wel een ander apparaatje. Dit apparaatje is ideaal. Die maakt al je groenten lekker fijn en dan hoef je het niet meer te snijden. Kijk eens wat een lekkere smurrie ik hier heb. Ik ga even mijn haar verven zoals je ziet. En het is erg nodig. Ik ga even voor mezelf ook. Want ik kijk nu in de lens, dus ik kan het niet zien. Maar even kijken. Ik heb aardig wat uitgroeien. Ik wilde het vorige week eigenlijk al doen. Toen had ik het ook in de vlog gezegd. En ik had het eruit geknipt. Want ik wist natuurlijk al dat ik het niet had gedaan. Maar het is echt nodig. En ik hoop dat ik dan ook weer wat. Er ook weer een beetje van opvleur, wil ik zeggen. Want ik voel me nog steeds niet echt happy, zeg maar. En ja, misschien werkt het er misschien niet. Mijn haar zit in de henna. En mijn voorhoofd ook, zie ik. dit ga ik over even kijken. 3 kwartier, denk ik. Uitspoelen. Oh, dan moet de pasta afkoken. Afkoken, afgieten. Ja, ik ga de pasta afgieten en dan gaan we eten. Ik heb vanochtend begrepen dat mijn dochter moet leren dat een wortel even intelligent is als een mens. Ik ben minder rood dan de vorige keer dat ik hier voor. Eén keer. Ik zag laatst een vlog terug van mezelf en toen dacht ik, man. Dat zijn meer zijn volgens mij toch? Dat was heel oranje. En nu ben ik wel rood, maar niet zo fel rood. Ziet het er toch net weer wat beter uit. Beetje meer pit. Hou. Echt een aanrader teken. Echt lekker, echt aanrader. Ja, nee, is schroomwafel. Nee, heb je? Ik heb hier de chocola. Heb je strabeffel? Het is gewoon roomijs met een stukje chocola. Helemaal niet witte chocoladesmaak. Even lekker likken. Lekker, hè? Het is echt stroopwafel. Het is echt aanrader. Nu ga ik wel opschrijven aan mijn oogbloed. Ik had gehoopt dat dit echt witte chocoladesmaak zou zijn, maar er zitten gewoon hele kleine stukjes witte chocola in. En het is helemaal niet witte chocolade. IJs. Het is gewoon roomijs. Oh, genaaid. Dus.
Wel lekker. Oh. Maar wel anders dan ik had gehoopt. Ja. Maar ik wilde niet weer hetzelfde kiezen als altijd. Nee. Ja, het gehoopt op echt wit chocola. Ja. Ja. Zonder stukjes. Goedemorgen, het is woensdag en ik poets nog even gauw mijn tanden. En dan ga ik heel snel de auto in met Meijer naar mijn werk. Normaal sta ik op woensdagochtend bij Meijer op de groep. Maar vandaag sta ik de hele dag op mijn eigen groep. Ja, geen idee. Het wordt een lange dag, want ik moet werken tot 6 uur. Maar dat kan ik, dus het komt hartstikke goed. Het was trouwens weer lekker vroeg dag vandaag, want Mayra was om 5 uur alweer wakker. En wij dus ook. Ik vraag me echt af of dat ooit nog goed komt, dat ze een keertje fatsoenlijk gaat doorslapen. Want ik ben al lang blij dat ze doorslaapt tegenwoordig, hoor. Dat is het niet. Maar je gaat toch elke keer ook weer de grens verleggen dat je dan hoopt dat ze langer gaat slapen. Oké, gauw er vandoor. We zijn weer thuis en het is al avond. Maar ligt inmiddels in bed en ik ben nog even de ontbijtboel van vanochtend aan het opruimen, want we hadden vanochtend geen tijd meer voor. Nou, Berro komt net binnen met pizza's, dus wij gaan even lekker eten. Dat is wel even nodig na een werkdag. Inmiddels is het al 7:15. Etenstijd dus. Het is de laatste tijd wel echt heel erg vaak op woensdag dat we iets makkelijks eten of iets bestellen. Maar ja, dat gunnen we onszelf ook wel, want we werken allebei tot 6. Dan moet je nog naar huis. Meijer naar bed. Nou ja, voordat wij klaar zijn, is het nu dus al 7:15. En als je dan nog de keuken in moet, terwijl je al heel de dag hebt gewerkt, heb je dan ook niet zoveel zin in. Dus vandaar. En ik zie een grote doos. Of is dat de jouwe? Wat is de jouwe? De jouwe. De jouwe. Oh, heb ik een grotere pizza dan jij? Ja, wat dunner. Oké, ben benieuwd. Benno maakt nog eventjes wat werkdingetjes af. Dus ik neem het er lekker van en ik neem een mondje voor mezelf. Ik ga lekker Gooise Vrouwen kijken. Ik kwam gisteren tot besef dat ik eigenlijk best wel wat vaker momentjes voor mezelf mag pakken. Ook al is het maar een half uurtje zoals gisteren dat ik dan even mijn haar kan verven. Even een momentje alleen. Want ik zat erover na te denken en ik ben eigenlijk bijna nooit alleen. En ja, ik denk dat ik die momentjes alleen best wel goed kan gebruiken. Omdat ja, ik merk dat ik het gewoon heel lastig vind om tot rust te komen. Omdat ik nooit alleen ben. En ik heb die rust en die stilte echt nodig om gewoon even weer te landen. En even te aarden en even tot mezelf te komen. Ik denk dat de meeste mensen dat ook wel zullen begrijpen. Alleen ja, soms moet je gewoon echt even tegen dingen aanlopen om na te gaan denken. En je te realiseren dat dingen zijn zoals ze zijn. Dus vandaar dat ik nu tot het besef kom dat ik het nodig heb om wat vaker een momentje voor mezelf te hebben of iets voor mezelf te doen of even alleen te zijn. Dus daarom geniet ik er ook gewoon eventjes van dat ik gewoon even alleen ben. En heb ik binnenkort ook een manicure. Ook even lekker een momentje voor mezelf. En ik heb een weekendje gepland. Dan ga ik naar een vriendin. Gaan we even lekker bijkletsen. Want we hebben elkaar al een jaar niet gezien. Echt idioot lang. Terwijl we ook nog een half jaar samen gewoond hebben. Kun je nagaan dat je zo erg gewend bent om op elkaars lip te zitten. En alles met elkaar te delen en te kunnen delen. En nu elkaar al een jaar niet gezien hebt. Dus dat is best wel... Dus ze niet in het echt gezien hebt. Dus dat is wel een heel raar idee eigenlijk. Dus... Ja, dat ben ik nu momenteel aan het doen. En het geeft mij een goed gevoel, dus ik hoop dat het werkt. Ben ik blij mee? Uit? Okay. Het is best lang geleden dat ik zo vroeg al buiten liep.
is 7:15 namelijk. En wij lopen al lekker in het park. Maar hij was heerlijk aan het spelen vanochtend. En ze kwam op een gegeven moment de jas en de schoenen aan. En ik wilde het nog een beetje onderuit. Maar nee, we moesten naar buiten. En dan weet ik wel, ik ben de baas. Maar ik dacht, waarom niet? Het is heerlijk weer. Dus vandaar, nu lopen we lekker even buiten. Door het dorp. Nog niemand te zien, alleen aan het scholieren. Het wordt dus echt lekker warm de rest van de week. Volgens mij vandaag 19 graden, maar wel zon. En de rest van de week warmt het alleen maar op. En aankomend weekend wordt het zelfs 25 graden. Dus ik weet wel waar we dit weekend zijn. Op dezelfde plek als afgelopen weekend. Namelijk aan het strandje. De dag is weer voorbij en het is begin van de avond. Ik heb Mayra in bed gelegd. Ik ben meteen geclaimd door Rover. Ja, wat zal ik eens zeggen? Ik had dus de spiskool gemaakt met de nasi-kruiden, wat ik van de week had verteld. Maar ja, Mayra leek het heel lekker te vinden. Maar 5 happen was ze er klaar mee en ging ze alles op de grond gooien. Dus toen was ik er ook een beetje klaar mee en toen heb ik het weggezet. Heb ik het later nog een keer geprobeerd aan te bieden, maar ze moest het echt niet meer. Nou ja, dus toen was het heel snel klaar met eten. En ja, heb ik dus eigenlijk voor niks in de keuken gestaan. Voelt dan een beetje ondankbaar of zo. Maar goed, hè? Prima. Dan maar niet. En nu ligt ze op bed. Benno is onderweg naar huis vanuit zijn werk. En ik zit even YouTube te kijken en te wachten tot Benno thuis komt. Ja. En dan gaan wij straks samen eten. Vrijdag vandaag. En ik sta in onze logeerkamer. Mooi hè, zo'n logeerkamer. Nou, het is niet de bedoeling dat dit bed weggaat. Want toen wij dit bed hebben gekregen, want hebben we overgenomen van de buren, die ging verhuizen. Toen zou het bed eigenlijk 1,40 zijn. Maar inmiddels hebben we er al een en ander op geslapen. En het is best wel een smal bed. Dus blijkt dus dat het maar 1,20 is. En dat is best wel heel erg smal voor als er 2 personen komen slapen. Dus dit bed gaat de keten uit. Die gaat vanavond uit elkaar. Of in ieder geval zo snel mogelijk uit elkaar. Maar eerst moet ik al die kleding die hier ligt. Weet jullie nog dat ik die challenge aan het doen was? Ben, nog niet helemaal klaar. Al mijn haar kleding staat nog hier. En ja, die moet nu dus echt uit deze kamer. Strijkplank moet uit de kamer. Eigenlijk moet alles uit de kamer. Dus dat ga ik nu even doen. Even doen. En nee, ik ben niet vrij. Ik heb wel gewerkt vandaag. Alleen waren vanmiddag maar 8 kinderen. Dus ik kon lekker eerder weg. Dus die ga ik die tijd even nuttig inzetten. En deze kamer vrijmaken. Ik heb hier een mand met allemaal speelgoed van Mayra. Die gaat naar haar kamer. Zo, kijk eens. Allemaal leuke boekjes die ze uit de kast heeft getrokken. Ja, breng die maar even weg. Ga maar aan elkaar brengen. Dat is jouw kamer. Breng je speelgoed maar even naar je kamer. Ja, goed zo. Nou, dat regelt zij wel. Dank je. We hebben een bed gevonden in Apeldoorn. Via Marktplaats. En die gaan we vanavond even ophalen. Ik heb gelukkig oppas kunnen regelen. Last minute. Dus dat is heel erg fijn. Dit is dus al die kleding die nu op Vinted staat. Van Mayra. Maar ja. Zwemluiers. Ook een goede plek om je zwemluiers op te bergen. Ben je lekker boekje aan het lezen? Vind je leuk hè, boekjes? Zij is echt uren zoet met boekjes. Dat is echt geweldig. Zwemluiers in de kast. Ik heb hier nog een wasmand met was gevonden. Hier heb ik een hele vuilniszak met kleding. Vuilniszak met de kleding die weggaat, dus die gaat naar beneden. Ik heb hier allemaal nog pakjes van toen Mayra heel klein was. Waar ik leuke herinneringen aan heb, zeg maar, of gekregen. Deze had Mayra aan op onze eerste vakantie. Deze pakjes waren heel speciaal. Die waren heel speciaal.
Want die had ze aan in de kraamweek. Het was eigenlijk, zeg maar, dit was haar eerste pakje. Ja. Alleen, ik heb er nu niet meer zo'n fijn gevoel bij, want mijn kraamweek was gewoon echt niet leuk. Dus dit is een beetje dubbel, of ik dit pakje wil bewaren of niet. Dus zolang ik het nog niet zeker weet, blijft die nog heel even in de kast. Benno is even aan het stofzuigen, dus jullie kunnen mij niet zo goed verstaan, denk ik. Maar ja, ik ben al heel eind, alle kleding is weg, ik moet nog even het bed afhalen. En dan moet het bed poten eronder houden, denk ik, en op zijn kant. Dan kan vanavond het andere bed hier naartoe. Nou, ik ben soort van klaar. Het bed mag ik niet uit elkaar halen van Benno, dus dat doen we een andere keer. Maar nu is het tijd om eten te maken voor... Ja, voor jou. Dus we gaan naar beneden en eten koken. We zitten in een bus. Die hebben we gehuurd, want we gaan het bed ophalen. Dus we zijn nu in Apeldoorn. Even kijken, nog 4 minuten en dan nou, ben benieuwd. Ik hoop dat het ook echt een mooi bed is, dat zoals het op de foto's eruit zag. En niet dat het zo'n afgedankt ding is. Maar ja, even wachten. Goedemorgen. Het is zaterdagochtend 6 uur. En ons feestnummertje hier is al gezellig wakker. Hé hey meisje, was lekker hè? Lekker uitgeslapen. Ja, heerlijk. We stoppen er meteen maar even een wasje in, want dan hebben we dat ook maar weer gehad. Terwijl ik aan het wachten ben tot mijn wasmachine klaar is, ga ik meteen even deze weekvlog editen. Dus ik ga hem hierbij ook afsluiten. Dankjewel voor het kijken. Vergeet niet om een duimpje omhoog te doen als je de video leuk vond. En dan zie ik jullie volgende week weer. Doei!